de onderdelen wonen en bouwen. Daar ben ik als wethouder ruimtelijke ordening en wonen verantwoordelijk voor. Ruimtelijke ordening betekent hoe richten we de leefomgeving zo goed mogelijk in. Want in Katwijk willen steeds meer mensen wonen en blijven wonen. Daarom bouwen we de komende jaren, onder andere op Valkenburg, 5000 woningen. We willen namelijk dat in Katwijk mensen kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Daar zet de gemeente zich de komende jaren voor in. Hoe gaan we dat nou doen? We willen namelijk de komende jaren bouwen voor jongeren, starters, gezinnen, ouderen, mensen die een huurhuis hebben of een koophuis. Voor die mensen willen we voldoende woningen bouwen. Woningen die op de juiste plek staan voor de juiste prijs en voor de juiste doelgroep. Dat doen we onder andere op het voormalig vliegveld Valkenburg. Maar niet alleen. Op het voormalig vliegveld ontwikkelen we ook een testcentrum voor drones. Dat doen we om onze lokale economie een nieuwe impuls te geven. Vanaf 2021 gaat de Omgevingswet in. Een vereenvoudiging van wetten over de ontwikkeling van de leefomgeving. En u krijgt ook een andere rol. U kunt dan nog meer mee gaan bepalen hoe de leefomgeving eruit gaat zien. De Omgevingsvisie Katwijk beschrijft onder andere hoe we kunnen zorgen voor een veilige leefomgeving, het versterken van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid van Katwijk. In de wijk Hoornes gaan we de ambities uit de Omgevingsvisie Katwijk samen met bewoners, organisaties en bedrijven uitwerken naar concrete plannen. Zo kunnen we ervaring opdoen in de nieuwe manier van samenwerken. De gemeente gaat u in de toekomst dus nog vaker vragen hoe we samen de leefruimte op een goede manier kunnen inrichten. Ik hoop dat u samen met ons die uitdaging aangaat.